Vandaag gaan we beginnen met het haken van de kalf. Wat heb je hiervoor nodig? Een haaknaald 5,5 en een bolletje Durabo Cozy in de kleur charcoal. Hier gaan we mee starten. We gaan starten met een ketting van of een opzet van vaste. En ik heb voor deze opzet gekozen omdat het een elastische opzet is. Ik zal het bolletje even aan de kant leggen. Hoe gaan we nou beginnen? Je maakt een schuifknoop op je haaknaald en je haakt 2 lossen. 1, 2. Om nu de eerste vaste te maken, steek je in de eerste lossen van de haaknaald. En niet alleen in de gebruikelijke lus, maar ook in het lusje wat aan de onderkant zit. Haal nu je werkdraad op. Je hebt 2 lussen op de haaknaald. Sla nu om, haal door 1, sla om, haal door 2. Nu hebben we onze eerste vaste gehaakt. We gaan voor de volgende vaste insteken aan de onderkant van de steek, onder de 2 lussen. Haal je werkdraad op, omslaan. Door 1, omslaan, door 2. Daar is onze tweede vaste. Ik zal het nog 1 keer langzaam laten zien. Draai je werk om. Steek in de lusjes aan de onderkant van de steek. Haal je werkdraad op. Omslaan door 1. Omslaan door 2. Haak zo verder tot je 117 vaste hebt. Dan gaan we verder met het haken van het patroon. Het eerste deel van het patroon zit erop. De 117 vaste zijn gehaakt. We haken nu 1 losse. En volgens patroon haken we 117 vaste terug. Haak de toer met 117 vaste uit. En maak de keerlossen met de kleur ivory. Keer nu het werk en haak nu alleen in de voorste lussen van de vorige toer. Dus in plaats van dat je insteekt onder het hele veetje, pak je alleen het voorste lusje. Haak zo vaste tot het einde van de toer. Als het goed is, heb je dan weer 117 vaste gehaakt. We gaan nu verder met toer 4 van het patroon als we toer 3 af hebben. Dus dit zijn de laatste steken in de voorste lus. Daar is die. Nu hecht ik af. Of althans, ik knip een draad af. En haal hem door. Maak een schuifknoop op je haaknaald. Steek je haaknaald in de overgebleven lus van toer 2 en haak je eerste vaste. Overgebleven lus en een vaste. In de overgebleven lus en een vaste. Zo ga je door tot je de hele toer hebt gehaakt en dus weer 117 vaste hebt. We hebben nu bijna de toer 4 af. Ik haak de laatste vaste in de overgebleven lus van toer 2. Ik haak een keer losse. En als ik nu het werk keer, zie je dat ik een opstaand randje heb gecreëerd door die ene toer ivory in de voorste lussen te haken. De toer blue gray zorgt ervoor dat we weer gewoon recht omhoog gaan. En de toeren 5 en 6 bestaan gewoon uit 117 vaste door de volle lus van de steek. Als je klaar bent met toer 6, hecht je blue gray af. Je keert het werk. En we haken nog een keer toer 3. Dus ivory. En dan alleen in de voorste lussen van toer 6.
Toer 8 geeft aan dat we gaan haken in de overgebleven lussen van de lichtgrijze toer. Dus dat houdt in dat we in deze lussen gaan haken. Je maakt een schuifknoop op je haaknaald. We haken met haaknaald 5,5 en je haakt je eerste vaste. Zie je waar ik insteek? In deze lus. Haak hier je vaste. Hecht aan met de goede kant van het werk naar je toe. Als deze toer gehaakt is, gaan we de kruisen borduren. Na het haken van toer 8 hecht je de donkergrijze kleur af. En gaan we de kruisen borduren over de toeren 4, 5 en 6. En dat doe je als volgt. Je pakt een stopnaald, een grote wolnaald eigenlijk. Doet daar in de groene draad. Je steekt in het tweede gaatje van lichtgrijs. Trek je draad door, maar wel genoeg laten hangen dat je kunt afhechten. Dan ga je schuin omhoog en dan steek je daarin. We gaan deze kruisen deels borduren. Dus de heengaande toer borduur je de eerste helft van het kruisje. Dat wil zeggen van rechtsonder naar linksboven. En de tweede toer, of de teruggaande toer, borduren we de andere helft van het kruisje. Dus je steekt weer hierin. Trek je draad aan. Wat je dan doet, is je houdt het werk zo voor je. Je slaat die over, je steekt hierin en je komt er daar weer uit. Zo kun je heel makkelijk en lekker vlot borduren op je haakwerk. Ik ben nu bijna aan het einde en ik ga het laatste halve kruisje maken. Zo. Tot op het randje. Zorg ervoor dat je hem netjes aantrekt. Nu gaan we het andere halve kruisje maken. Dus ik steek hierin, daar er weer uit. Zorg ervoor dat alles netjes aangetrokken is, zodat de kruisen mooi plat komen te liggen. Ik steek hierin, daar eruit en ik trek hem netjes aan. Nog één keer. Ik steek hierin, daar eruit, draad netjes de andere kant op en zo maak ik het kruisje af. Ga zo verder tot het einde van de toer en dan gaan we verder met het patroon.